serieus. Mag ik beginnen met de kortcijfers? Goeie van Poeken. Het is een moeilijke vraag, maar hij was er voorbereid. Ik ken dus ook voorbeeld. Dus. Enkele jaren geleden, zoals de meesten zich van herinneren, onze vier gemeenten, de Christenboer, Beekenwacht, Beekenzaal zaten. Voor die vier gemeenten hadden wij eigenlijk vijf politiekantoren of vijf gebouwen. Ja, op dat vlak is het voor ons alles in de grote vooruitgang. Het is ook zo dat we volgend jaar nog een beweging gaan maken waarbij dat we van twee wijkkantoren, Wachterwieke-Moerbeken, ook naar één gezamenlijk wijkkantoor gaan, waardoor dat we uiteindelijk zo net komen op drie kantoren voor onze politiezonen. Burgemeester, de opheldering van een paar zeg maar administratieve vraagstukken. Iedereen herinnert zich uiteraard begin jaren 2000, de politiehervorming, geboorte van deze politiezone Puinbroek. En dan hebben wij niet alleen een heleboel mensen geërfd, zal ik maar zeggen, een heleboel combi's, maar hebben wij ook een aantal gebouwen geërfd. Ik herinner me zelfs het gegeven dat we geen elektricien bereid vonden om hier de meest dringend noodzakelijke werkzaamheden uit te voeren. En dan hebben wij binnen de school van het politiecollege en de politieraad de beslissing genomen, principiële beslissing, om te gaan voor een nieuwbouw. Waarom was ongeveer het jaar 2011. En ik wil hier van deze gelegenheid, echt waar dames en heren, en dat is voor mij de essentie van de enkele woorden die ik hier wil uitspreken, ik wil van de gelegenheid gebruik maken om de vier gemeentebesturen, dus de drie collega's burgemeesters, de vier schepencolleges, alle gemeenteraadsleden en evident ook alle politieraadsleden oprecht te bedanken voor die principiële beslissing. Ik denk dat het een schitterend geheel is, dat zeer functioneel is en dat het iets is wat onze mensen op een eigen tijdse manier moet toelaten om hun werk in de meest goede omstandigheden te kunnen volbrengen ten dienste van de bevolking. De rijkswachterswoningetjes, zoals de burgemeester Waring gedeclareerd, die hebben grotendeels behouden, in elk geval wat structuur en dagstructuur betreft. Dat ik ook bepreek, dat is trouwens mijn tweede vraag. U mag dat dus gerust ook in één adem op antwoorden. Hoe bent u erin geslaagd om die oude rijkswachterkazerne van 1899, dames en heren, schrijft op 1899, die er nu nog staat, de buitenkant. Hoe bent u erin geslaagd om dat te integreren in dat duurzaam project? Dat was even nog een tussenvraagje, dus doet u maar. Dat was een heel mooie uitdaging uiteindelijk. In eerste instantie bleek natuurlijk de bestaande vloeren, die waren inderdaad niet ontworpen om te verheren als politie-energetisch of duurzaam vlak, als alle koppen in dezelfde richting zijn, of de deuren in dezelfde richting staan, waarbij het betekent dat je wijgevende tools om het gebouw energetisch en heel duurzaam te gaan gebruiken, maar het vraagt ook inspanning van de gebruiker zelf om daar ook op een energetische manier, een duurzame manier op te gaan. Dus we hebben een gebouwbeheerssysteem gezien, we hebben gezien dat de warmtetrekkunning is bij de technische installatie, we hebben ook gezien dat de verlichting ledverlichting is, dat ook afwezigheidsdetectie is. Ik kan nog wel heel lang doorgaan, maar eigenlijk de politie doet. En ik herinner mij nog bij aanvang van de werken dat het rechtergedeelte van het gebouw moest vrijgelaten worden voor de politiediensten. Natuurlijk, bij de werkzaamheden hebben wij vastgesteld dat dat niet zo evident was. Maar door de goede communicatie met Patrick is alles eigenlijk open deze werk. Soms ja, doorliepen tot een stuk in de namiddag dat mijn honger voorbij was. Maar goed, we hebben ons doorgesleept. Ik zou Katelijn een keer willen vragen tot het publiek te komen. Katelijn, in naam van het politiecollege, politieraad en Hans de politiezone, heb ik eerder dit kleine attentie te overhandelen voor u. U krijgt er nog drie zoenen boven. Dus ook op dit vlak een grote proficiat aan de aannemer en architect. Ik zou ook nog willen de werfleidster Tineke en de werfleider Simon willen bedanken. Het is een enorm gigantisch huzarenstukje om al die aannemers en onderaannemers in te plannen, laat staan ze op de werf te krijgen. Een dikke chapeau.